Hallo kijkers van Shine Sprites, op een nieuwe aflevering van Harry Potter WK Zwerkbal, waar wij het op gaan nemen tegen Scandinavië, oftewel de Nordic Team. Oké, dat klonk cool, hè? Dat wou ik zeggen. Oké, wij gaan iets heel cools doen. We gaan namelijk weer winnen. En ik weet al dat ik aan twee tovenaarskaarten genoeg heb voor Bulgarije. En die gaan we sowieso halen. Want we halen namelijk de beker met Australië. En daar krijg je sowieso een tovenaarskaart voor. Maar ook voor het eerst halen van de Wereldcup met Nimbus 2001 niveau. Dat betekent dus dat wij gewoon twee kaartjes krijgen. Dat is precies genoeg om zo'n Bulgarije vrij te spelen voor de laatste Firebolt niveau Kabooming. Dus daar heb ik zin in. Dan hebben we in ieder geval het pad gecleared voor het laatste wat wij gaan doen voor deze serie. De laatste Wereldcup halen, maar dan in dit geval met Bulgarije. Maar eerst nog 5 wedstrijden met Australië. He always finds him. He's nipping the mall. He always finds him. God, dat wordt natuurlijk weer gebeukt. Sam Beukema is er niks bij, zo word ik gebeukt. Krijg de vinken. Lekker combo 4, Chickabooning. Hey, een team special move, daar houden wij van. Chickabooning. Mega ring. Surfing. Nice. Hoppatee. 90-0. Het moet niet gekker worden. Maar het wordt wel gekker. Bommie. Oh, jammer dat er nog iemand tussen hing. Die moet keiveel pijn hebben van het blokken van mijn schot. Die was ton too hard. Over here! No, not over here! Arnar! Hey, ik ben nu trouwens Australisch, ik bedoel Australisch zeggen. Arnar! Arnar, clear! Nou, dat klonk best Australisch, toch? Arnar on the barbie! Aw. Kabooming! Lekker ring. 110-0. Wat een losers van Scandinavië, zeg. Wat een loser, girls of boys. Nee, papa. Nee, oh, ik ben een loser geworden. Ik heb niet eens een PlayStation 5 en toch ben ik een loser. Auw. Hold the flut. Oh.
Oh, damn it. Oké. Vorige aflevering was een vooral erg leuk informatieve aflevering. Als je een beetje... als je Harry Potter gezien hebt, maar niet gelezen hebt en je wil wat meer achtergrondinformatie weten. Er zijn nog wat meer van dat soort dingen, maar ik vind het lastig om er zo even on the spot mee te komen. Kijk, als er iets in me opkomt doordat ik dit speel, dan kunnen we daar mooi over hebben. Nu is de bedoeling, maar dat heb ik nog... ik heb wel overlegd welke serie ik nog een keer wil doen, maar niet per se wanneer. Maar dat moet ik nog even overleggen of diegene dat hierna wil doen. Maar dat zal hij ook wel horen op het moment dat hij dit ziet. Maar dat hebben we waarschijnlijk al besproken of we het binnenkort gaan doen. Maar we willen graag de GameCube games van Harry Potter gaan spelen, gaan racen met Mike van Rusty Ox. En dat willen we hierna gaan doen. Wil ik hierna gaan doen, excusez-moi. Na deze serie wil ik dat gaan doen. Een combo set wel lekker. Die zijn zeer nice. Poch noemen ze dat ook wel. Oh, dat was iets minder. Kaboomie! Ik dacht wel, er komt nog een Team Special Move voordat de wedstrijd af is gelopen. Dat moest wel. Kabooming en kabamming. Lekkering, veel punten. De Gustafsson. Lord Gustafsson. Oh jee. Dit is jammer. Oh, wacht. Ik heb de bal, ja. Kut. Maten en matinnen. Wow, wordt keihard in mijn kontje gebonkt door Gustafsson. Stel die zat erin, dan was het de longste shot ever in. Nog langer dan de Mount Everest hoog is. Echt niet normaal. Dankjewel. Au. Leave Milani alone. Nice, een combo 4 goal. Die zijn zeer hoog. Oeh, die zal er bijna in.
En die zit erin. 230 tegen 40. Olaf Andersson. Lord Gustafsson. Kijk, combo 5 goal meteen is de snij voor te grijpen. Dan grijpen we die snij maar even meteen. Hebben de snij gevangen, wat betekent dat we nog maar 4 wedstrijden moeten voordat we wereldkampioen zijn geworden met Australië. En dat willen we uiteindelijk, want dat is het grote doel. Oké. Okay. Ik neem een poepie. Ik hoop niet dat jullie er te veel last van hadden. Oké. Okay. Hoe zit tegen Bulgaria? Meer in hetzelfde stadion, weer thuis. Hallo daar, everyone. Kijk, ik zie zo'n appje binnenkomen. Weet je van wie? Niemand minder dan. And we do be laughing saying the ring of this canal. Als wij gewoon lekker combo goaltjes maar even maken, dan komt het helemaal goed. Daarom blijf ik het zo raar vinden dat Bulgarije dus wel in de game zit, maar Ierland niet. Terwijl die twee landen de finale spelen in boek 4 en film 4. Dat is zo raar. Dus dat vind ik heel raar, laat ik het zo zeggen. Net als, eigenlijk hadden ze gewoon moeten kijken naar welke landen er in het boek beschreven. Maar volgens mij kwam deze game kwam denk ik eerder uit dan dat boek 4. Nee, ik denk dat boek 4 wel al uit was. Want ik denk dat ze daardoor op het idee van WK's werkbal zijn gekomen. Dan hadden ze gewoon de eerste paar landen die er werden genoemd gewoon moeten gebruiken. Maar dan was het misschien minder appealing voor anderen om het te kopen, want er zitten... Nou, bijna alleen maar echt grote landen in, zeg maar. Alle grote landen en Bulgarije. Maar ik denk dat Bulgarije er oprecht alleen in zit omdat Viktor Krummel een grote karakter is in Harry Potter. Want anders hadden ze denk ik Bulgarije er nooit in gedaan. Want dat is juist grappig. In de boeken hebben ze het juist alleen maar over kleine of niet bestaande landen. Ze hebben het over Oeganda, volgens mij, die het goed deed. Ierland, die het goed deed. Transylvanië, die het goed deed. Wales wordt genoemd, geloof ik. Ierland, Engeland. In ieder geval alle landen die genoemd worden. En daarvan en Bulgarije dan. En daar kan je dus Bulgarije en Engeland wel spelen, maar de rest allemaal niet. Trouwens helemaal geen Afrikaanse landen volgens mij, hè? Nee, what the fuck? Underrepresented. Hastings.
vind het jammer dat Nederland niet speelbaar is. Ik hoop dat die nieuwe game, want er komt een nieuwe game, daar hebben we het al vaker over gehad in deze serie. Dat als er dan weer een WK-mode is, dat Nederland dan ook een optie is. Dat zou ik leuk vinden. En dan wil ik wel oranje tenues. Dan wil ik dat Team Special Move een windmolen is, nee. Hoppen. Teetje. Wat de vlas. Maten en matinnen. Lekkerien. Ah, vuile wachter, waarom haal je mijn bal uit de goal? Het zou me best wel vet vinden als je een soort van carrière, nou carrière mode, kan dat? Dat je wel een soort van je eigen team kan samenstellen met mensen uit... Of karakters uit, wel natuurlijk gewoon uit Harry Potter, maar dan verschillende. Dus dat je voor keeper niet alleen Olivier Plank kan, maar dat je ook voor Ron kan kiezen. En dat je bijvoorbeeld voor Ginny kan kiezen, maar ook voor Angelique Jansen en Alicia Spinet en Katja Bell. En voor Daan Thomas die een keer is ingevallen, weet je wel, van alles gewoon iedereen die een keer gespeeld heeft. En Damelsa Rovers geloof ik. Dat zou ik wel grappig vinden. En dat je Ginny ook zoeker kan laten zijn, want als Harry geblesseerd is, dan is Ginny zoeker. Oh jee, ze hebben een team special move. Oh, ik heb ook een team special move, zag ik inderdaad. Maar even gebruiken. Voor de shortness. Alleen dat duurt zo lang en dat wil ik niet. Nou, we scoren wel maar één keer. Dat is wel jammer. Als in nu is dat niet... Nu is dat niet per se jammer, alleen als ik ze straks ben wel. Monty,
Bulgaria, 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 Bulgaria. Lekker. Goed zich gefikt door Kruimel. Kabooming, 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 kabooming. Lekker. Hoppeteetje, hoppetaatje. Australia wins. Lekkering. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende aflevering weer. Adios, amigos.